Goedemorgen, het is donderdag 24 oktober 2019 en wij zijn weer op de e-bikes, e-mountainbikes gesprongen. En wij zijn op weg naar het bergstation van de nieuwe Vlekalmbaan. Nou, we staan nu beneden bij de Vlekalmbaan, niet helemaal beneden, maar op een afstandje. Zodat jullie de nieuwe lifttrack een beetje in beeld hebben. En zoals jullie kunnen zien zit er een hele lichte knik bovenaan, zit een lichte knik in de nieuwe lift. En op onze weg naar boven, naar de nieuwe Vlekalmbaan, komen we natuurlijk ook langs de Pengelstein. En die zijn ze aan het proefdraaien. Er hangen wat gondeltjes hier en daar aan. En de koeien, die staan nog vrolijk in de wei. Maar als de weersvoorspellingen van volgende week uitkomen, dan is het ook voor deze dames inpakken en lekker op stal. Nou, we zijn weer een stuk verder geklommen en voor de mensen die wel eens in Kiezerberg skiën, die herkennen dit punt wel. En over een maand, anderhalf, is alles hier weer helemaal wit. Dus daar gaan we maar vanuit. Nou, en hierboven staan we bij het oude bergstation van de Vlekalmbaan. 1800 meter zoals te zien is. Nou ja, dit gebouw is niet afgebroken en ik weet ook niet of ze het af gaan breken. Dan zien we daar een hele berg met sneeuw van vorig jaar dat gespaard is. En dat kan dan uitgereden worden om een piste te maken. Nou, en hier heb je een beetje een overzicht van het hele nieuwe bergstation van de Vlekalmbaan. En die is dus tegen de Oxalmlift aangebouwd. En zoals jullie daar zien, daar staat het oude bergstation van de oude Vlekalmbaan. En draaien wij naar links, dan zien we het nieuwe bergstation van de Vlekalmbaan. In aanbouw nog wel, maar het eerste gondeltje hangt al aan de kabel. Toiletten zijn er ook bij. Wat ik begreep, 14 december wordt de lift geopend. Dus we wachten tot hij bijna klaar is. Nou, wij gaan hier afronden. Wij gaan weer aan de afdaling beginnen. Nou, het gaat natuurlijk een stuk sneller dan dat we omhoog zijn gefietst. Maar met zo'n e-bike is het goed te doen. De groeten.